Beste kijkers, op 26 juli een Ajax slotstand van 706,26. En als we dan kijken op de realtime dagkaart, dan zien we eindelijk dit kleine zwarte kenneltje verschijnen. En als u mijn commentaren in de afgelopen dagen heeft gevolgd, dan hebben we steeds gewezen op het feit dat die zwarte candle noodzakelijk was om topvorming aan te kondigen als opmaat voor een gezonde afkoeling richting 690 tot 680. Zou dit dan de eerste stap zijn in topvorming? In ieder geval de eerste aanwijzing is daartoe, mede gevoed door de RSI die al een tijdje boven de dynamische overboordlijn schurkt. De swingteller vandaag naar plus 8 en morgen naar plus 9. Ook dat helpt mee in het topvormingsproces. Misschien nog een laatste stuiptrekking naar, of richting de rode streep op 7,19. Maar nogmaals, dan wordt het echt hoog tijd dat we eerst een beetje een correctie gaan zien. Even een stap terug om vervolgens daarna, mits de koers natuurlijk boven de SMA-lijn blijft bewegen, om dan daar weer een proces van hogere toppen, hogere bodems, oftewel een daily uptrend tegemoet te zien. Dat betekent samenvattend dat je nu moet oppassen voor een rondje winstnemingen. En dat impliceert dan als er posities uitstaan en je speelt kort op de bal. Neem dan de winsten, stel die veilig en wacht op lagere niveaus om daar aankopen te overwegen. Ik zal hier alvast de Fibo er voor u inzetten, zodat u kunt zien, mits we vandaag of de komende dagen niet meer boven 7,12 uitsteken, dat we kunnen terugzakken naar 6,90 tot 6,83, de twee bovenste Fibo-lijnen. Wat heeft de DAX gedaan? Een klein procentje er vanaf vandaag. Daar zijn we al wat verder in het topvormingsproces. Heeft u ook kunnen zien en horen in recente filmpjes. Daar wordt nu duidelijk bevestigd dat op 13.000 ruim dat daar de top is geplaatst. Ook hier onder de SMA-lijn. Dus wat dat betreft zijn de DAX-bullen al een paar stapjes verder. Namelijk het hervatten van de downtrend. De swingteller naar min 2. RSI onder de 50. En we zien nu ook de enter short coaching stip op de DBS-indicator. De beren gaan hier hun grip vergroten, niet als een correctiebeweging zoals op de DAX de AX het geval is, maar heel duidelijk in een nieuwe actiebeweging onder de SMA-lijn, oftewel een dalende trend. Even terug naar de AX. Als het dan hoog tijd wordt om her en der wat winsten te verzilveren, dan neem ik u graag mee naar de daggrafiek van TomTom. TomTom heeft natuurlijk een prima rit achter de rug vanaf de steungrens 7,26, linea recta omhoog naar 9,25. Dat ging gepaard met aardig wat euforie. De afstand met de SMA-lijn was te groot en u ziet het al, ook de RSI gaf aan dat het tijd werd voor topvorming. En dat schijnt nu te gaan gebeuren met de OB downcross op de RSI spanningsmeter. En morgen, naar alle waarschijnlijkheid, de swingteller naar een min 1 standje. Is dit in ieder geval een anticiperende coaching aanbeveling om uitstaande koopposities te verzilveren. En ook hier voor TomTom te wachten op lagere niveaus richting 8+. Om daar dan zo mogelijk weer nieuwe koopkansen aangereikt te krijgen. Ik wens u een prettige avond.